Droge lippen. Een heel veel voorkomend probleem van jong en oud. Heel vaak komen mensen bij mij in de spreekkamer met het probleem droge lippen. Dan ga ik altijd even goed kijken en ik heb altijd meteen in de gaten wat het probleem is. Namelijk likken aan de lippen. Je voelt dat de lippen droog zijn. Je denkt dat moet nat gemaakt worden met speeksel. Maar vervolgens droogt dat speeksel enorm uit. Dat komt door de enzymen die in het speeksel zitten. Maar ook omdat het water van het speeksel verdampt en neemt water mee uit de lip. Belangrijke boodschap. Stop met likken aan de lippen. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is niet aan die velletjes zitten te pulken. Wat moet je dan wel doen? Is het heel belangrijk om een vette lippenbalsem te smeren. En de hele dag door, zorg dat die in je handtas zit. Ben niet bang dat je verslaafd raakt aan de lippenbalsem. Dat is echt een broodje aap verhaal. Het is wel zo dat sommige mensen gewend raken aan het smeren, dat het een soort gewoonte wordt. Maar verslaafd raken, dat is echt niet waar. Behalve als je dus een lippenbalsem gebruikt waar parfum in zit of smaakstofjes, die zorgen voor irritatie. En dan blijf je dus dat het probleem houden en dan blijf je dus ook smeren. Belangrijk om dat niet te doen. Maar smeren dus.